Welkom bij de IT-supportcast, mogelijk gemaakt door Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je luistert. Vanaf dit seizoen filmen we deze podcast ook en zijn we te zien op het YouTube-kanaal van Hallo. Nog altijd praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. Want al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJzendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog veel leren. Daarom stel ik hopelijk de vragen die ook in jou opkomen. Hoe kun je onderscheidend zijn met een slimme telefonieoplossing? Hallo, helpt Milieuservice Nederland hierbij. In deze aflevering nemen we je mee in de praktijk. Aan tafel zit Laszlo Zelstra, uh, inmiddels een ras-echte vriend van de show. Maar je bent uh, niet alleen. Nee, zeker niet. Wie zit er tegenover je? Nou ja, tegenover mij zit Patrick van Milieuservice Nederland. En, uh, nou ja, goed, de reden waarom ik hun heb uitgenodigd om eens deel te nemen. Uh, zij zijn een van de klanten die in 2023 ja, toch wel het meeste van de bestaande techniek hebben, hebben uitgevraagd en, uh, en willen gebruiken. Dus, oftewel, jou ook flink hebben uitgedaagd. Ze hebben een nerdiness spot hebben ze aardig geraakt. Dus uh, zodoende dacht ik van, nou, dit is een mooie case om eens een keer te bespreken. Om eens te laten zien van, oké, okay, hoe doen we dit en hoe, wat gebeurt er nou allemaal? Nou, hoog tijd om uh, de gast, de klant van Hallo aan tafel eens dus een propere introductie te geven. Patrick, stel, uh, stel jezelf voor aan uh, onze luisteraars en kijkers. Nou, ik ben uh, Patrick Wormhout en ik ben uh, manager van de serviceafdeling van uh, Milieus Nederland. Hey, en Milieuservice Nederland, wat zijn jullie precies voor een organisatie? Uh, Milieuservice Nederland is de ondernemende afvalpartner van Zakelijk Nederland. En wij bieden onze klanten een totale oplossing op het gebied van afvalscheiding, zero waste en circulaire bedrijfsvoering. Oftewel, je, veel MKB ondernemers die nu luisteren, daar zijn jullie ook weer een interessante partner voor. Absoluut. Ja. Nou, Daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. Maar goed om te weten wie er precies aan tafel zit. Ja. Um, waar we het wel over gaan hebben, Laslo. Uh, dat is inderdaad, uh, jij zei hadden, de nerd in jou werd goed naar boven gehaald. Zeker weten. Ja. Um, wat was nou de uitdaging die Milieuservice Nederland bij jou neerlegde? Ja, I'm correct me if I'm wrong. Maar um, ze hadden een telefoniesysteem die niet helemaal meer voordeed uh, aan hun wensen. Um, uh, Milieuservice Service Nederland is heel erg data driven en baseert dus ook hè, beleid en bepaalde vraagstukken en de antwoorden daarvan op basis van data. En uh, de oplossing die ze hadden, die, daar kwam te weinig data of onvolledige data. Dat weet ik niet meer helemaal precies. Uh, en ze vroegen ons van, oké, okay, uh, hoe kunnen wij nou verbeteren met een nieuw telefoniesysteem En neem ons daar nou eens in mee. Nou, best wel een, een, een flinke uitdaging kan ik me voorstellen. Ja. Uh, je zei net correct meer van wrong. Heeft hij gelijk? Ja, grotendeels. Wij, uh, wij, wij groeien hard als bedrijf. We groeien jaarlijks 20%. Zo. En we merkten dat het huidige telefoniesysteem ook niet meer voldeed aan wie wij als organisatie zijn. En uh, ja, we misten heel veel data om daarin weer te kunnen verbeteren. Um, dus ja, op dat moment zijn we bij uh, Laslo terechtgekomen. Van, kan je ons eens meenemen in hoe we daarin kunnen verbeteren? Ja, en, en hoeveel van mijn beeldvorming, hoeveel. Mensen maken er bij jullie gebruik van dat systeem. Nou, we hebben een, een totaaloplossing met een, een klant eigenlijk dat is nimble. Daar werken we met 30 personen aan en uh, we hebben een Webex zeg maar even. Dat is, nou, we zitten in totaal met 220 medewerkers. Dus de rest gebruikt Webex. Oké. Okay. Dus wel een flinke, flinke organisatie. Ja. 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 En um, wat maakt er nou dat jullie en klopt bij Lasto, in dit geval van Hallo, om ja. met dit vraagstuk. Of heb je ook bij concurrenten aangeklopt? Ja, zeker. Ja. We hebben een rondje langs de velden gedaan om te kijken van wij, wij kiezen gewoon voor het beste product. Maar ook nog eens een keer bij de partij die ons ook als organisatie goed begrijpt. En uh, nou ja, door het verhaal dat wij de afgelopen jaren met elkaar ook uh, gedaan hebben, ja. uh, weet ja, Lasto. Dus dat was al een geschiedenis. <coughs> Ja, we hadden al een, ja. uh, een geschiedenis met op, uh, op basis van de werkplekken, de, de, de ICT-propositie. En uh, nou, zodoende zijn, ze, uh, zijn wij meegenomen in de uitvraag. Ja, natuurlijk. Ja. Oh. Ja. Uh, Laslo kent MilieuService Nederland goed als bedrijf. En wij willen ons echt onderscheiden op het gebied van service. Uh, ja, Zodoende met het verhaal wat wij hebben afgegeven, ja, kwam Laslo met, uh, met een voorstel waar wij, uh, waar wij oren naar hadden. En, en dat voorstel, wat hield dat in, Laslo? Kort samengevat. Nou ja, kort samengevat was het eigenlijk, um, laten we nou eens um, heel goed nadenken dat als we met elkaar in zee gaan, dat we dat ook gefaseerd doen. Dat nou, we dat niet als een big bang doen, hè, want je weet dat elke verandering in een organisatie campagne doen. En uh, ja, als het, als het niet helemaal is zoals men verwacht, uh, dan kan het wezen dat ondanks dat de oplossing uiteindelijk heel goed is, dat de oplossing halverwege uh, strandt. Uh, omdat het gewoon nog niet up to par was van uh, waar men verwacht dat het was. Ja, dus jij zegt hiermee een oplossing moet technisch goed zijn ja. en slim... maar moet vooral ook uh, omarmd worden. Ja, het is een combinatie geweest tussen technische implementatie... en adoptie van een nieuwe techniek uh, door de medewerkers. En dat hebben we gedaan door uh, eerst te beginnen... en dat, dat, dat is een van de weinige keren dat we dat heb gedaan samen met, uh, met Patrick... Um, Voorafgaand dat we ook maar enigszins naar elkaar hadden uitgesproken, hè, dat we wat met elkaar gingen doen, hebben we gezegd: Weet je, oké, okay, ik zeg dat we het kunnen. Ik ga het je laten zien dat we het kunnen. Dus we hebben een compleet pok opgebouwd bij uh, pok is Proof of Concept. Proof of Concept. Uh, vier of vijf pc's ingericht met uh, callcenter software, telefoons neergezet. Hele werkende omgeving. Waar uh, uh, de medewerkers gewoon echt uh, aan konden sluiten in sessies. Waar we gingen laten zien van, nou, dit is ons idee, ons gezamenlijk idee. Dit is wat het doet. Hoe vinden jullie dat het eruit ziet? En ook de feedback weer uh, terug kunnen nemen. Um, ja, En eigenlijk nadat ze dat hebben geëvalueerd binnen MSN... Milieuw Service Nederland noemen we dat even. Um, ja, is er besloten om verder te gaan. Dus er was al een heel lang voortraject... voordat we officieel met elkaar uh, besloten om te gaan samenwerken. Ja, En is dat Patrick, omdat bij jullie de belangen ook dus duidelijk groot zijn dat het werkt... Als het niet zo is, dan heb je ook direct een probleem. Ja, absoluut. Ja. De service staat niet voor niets in het midden van ons bedrijfsnaam. Uh, telefonie, klantenservice, is bij ons eigenlijk wel de, 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 zeg maar de slagader van de organisatie. Uh, ja, op het moment dat dat niet zou werken, dan ligt, dan ligt echt wel onze organisatie ook wel op zijn gat. Uh, dus dat het werkt, dat was een, natuurlijk een vereiste. Ja. ja. <laughs> uh, ja, maar, ja, maar dat, ja, je lacht erom, maar het is vaak natuurlijk... Uh, ja, die echte garanties ja. afgeven. Er kan van alles uh, gebeuren ja. natuurlijk, ja. ja. En was het... Um, hè, toen, toen jullie dat proof of concept aan het uitvoeren waren... ik, ik denk dat jij daar ook bij zat... Ja. was jij toen een, een blij toeschouwer? Absoluut. Nou, het belangrijkste is... wij kunnen het van tevoren wel bedenken... maar het gaat erom dat de medewerker ermee aan de slag gaat... en dat, hij, dat diegene enthousiast wordt. En in het begin is dat spannend. Mm. Voor een medewerker is een nieuw systeem waar ze dagelijks mee moeten werken essentieel. En op het moment dat zij daar een prettig gevoel bij hebben, werkt dat ook weer door in ons enthousiasme... om met elkaar de volgende stappen te gaan zetten. Bij die Proof of Concept waren ze heel enthousiast. En dan is het op een gegeven moment dat je live gaat met elkaar. Voornamelijk ook de communicatie vooraf. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het eruit zien? Zodat de medewerkers niet op maandag op hun plek zitten en denken, wat is dit? Ze zijn uitgebreid meegenomen, ook in handleidingen, hoe ze ermee moeten werken. Dat werkt nu top. Daardoor is de livegang ook echt heel succesvol gegaan. Ja, ja als we even één stapje terug doen. Uh, Lasno, kreeg je veel feedback tijdens die uh, sessie, die proof of concept? Nou ja, er waren natuurlijk een aantal functionaliteiten die zij gewend waren vanuit het vorige systeem. En uh, dat zat niet in de oplossing die wij uh, hadden geboden. Uh, gelukkig hebben wij een, een hele flexibele oplossing daar neergezet, die dus modulair uitbreidbaar is. Uh, maar die ook door, door onze partner X2R heel eenvoudig aan te passen is aan de behoeftes van, uh, van de eindklant. En dat was ook een van de redenen waarom we dit hebben ingezet. Omdat we weten dat uh, we zitten misschien nu in fase 2. Maar we stoppen ja, niet bij fase 2. Oké, okay, je zegt fase 2, maar fase 1, wat was fase 1? Was het moment tot livegang dan? Dat is het moment tot livegang. En daar hebben we met z'n allen beschreven... dit valt binnen die livegang. Daarna was optimize de huidige omgeving. Dus de omgeving die is opgeleverd. Laten we die nou eens optimaliseren. Je hebt altijd wel kleine dingetjes die nog even beter kunnen... Uh, maar we weten ook dat in de toekomst er heel veel gaat spelen. Hè, en dat er heel veel automation-vraagstukken uh, vanuit MSN komen. En ik denk dat we dat uh, met dit platform en deze oplossing gezamenlijk echt heel mooi kunnen, kunnen, kunnen aanpakken. Uh, dus ja, het is echt een, een heel mooi, uh, mooi gebeuren geweest. Ja, dus je zocht, Patrick, iets in een oplossing waar je niet alleen klaar bent voor het komende jaar. maar vooral voor de komende jaren. Ja, en we, we verbeteren bij Service Nederland elke dag. Wij hebben onze eigen applicatie die we zelf bouwen. En wij zijn ondernemend, echt een ondernemend bedrijf. Waarbij wij, als wij een kans zien, dan moeten we dat Hoe gaan we daarvoor met z'n allen? Ja. En dat zit hem ook in telefonie. Uh, nu zijn we alweer aan het nadenken van hoe, hoe kunnen we dingen weer beter gaan maken. Wij zijn, wij zijn nooit tevreden eigenlijk. Nee, dus daar wil je ook echt een voor, voorlopersrol in uh, ja, hebben. Absoluut. Ja. 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 En je zegt, we zijn een, een, een data-gedreven organisatie. Ja. Um, wat, wat doen jullie met die data? Um, processen verbeteren. Kijken of we herhaaldelijke vraagstukken kunnen automatiseren. Zodat ze niet meer op onze serviceafdeling terecht gaan komen. Uh, en daarnaast sturen wij ook uh, op individueel niveau. En dat, dat, dat inzicht dat hadden we helemaal niet. Dus wat is het gedrag van een medewerker? Wat is het opneempercentage? Uh, Hoe lang staat een medewerker op niet storen? Of. Hè, uh, heeft hij wat meer moeite met bepaalde vraagstukken afhandelen, waardoor hij wat meer tijd aan de telefoon nodig heeft? Uh, al die data hadden we niet. Nee, dan kunnen jullie weer ook persoonlijke coaching bieden om daarin te groeien. Zeker. Ja, maar ik, zoals ik het ook als ik het goed interpreteer, uh, die data zetten jullie in om uiteindelijk de klant beter van dienst te kunnen. Uiteindelijk zetten. is dat het ja. doel. Uh, hoe beter je medewerkers worden, hoe beter we ook de klant kunnen helpen. Ja. En zie je daar nu al eerste resultaten van? Zeker, ja. We, we, wat heel erg leuk was, was dat we de, uh, het opneempercentage van de medewerker hadden we niet inzichtelijk. We hadden het alleen op afdelingsniveau. En opnemen is echt gewoon. De telefoon opnemen. Ja, ja. Daar beginnen we mee. Daar start de klantenservice. Op het moment waren er alleen inzicht op het gebied van de hele afdeling. En daar was ik tevreden over. Maar ik, soms heb je wel eens een gevoel dat je denkt: hé, hey, je ziet dezelfde medewerkers nemen altijd continu de telefoon op. Dus wat we zijn gaan doen is. Om het percentage anoniem aan de teams ten mede te delen van hé, hey, dit zien we nu. En volgende week gaan we het met naam gaan we het aan jullie laten zien. En wat je toen zag, was dat gedrag binnen een week. Was dat we van, nou, pak een beet, 80%, gingen ineens al die medewerkers naar 98%. Zo. Om te laten zien: van ja, volgende week sta ik op het bord. Ja, ja, maar ja. dat wil ik niet hebben. Ja, dat zijn leuke. Uh, ...successen die we al boeken. Ja, een beetje van... zonder competitie. Eh, ja. Ja. ja, want je wil niet degene zijn die als laatste uh, op, op het bord uh, te zien is. Dus dat, dat maken we inzichtelijk aan de hand van uh, rapportages. Nou, dat is wel een mooi cijfer ja, hoor, wat ja. je dan uh, zo omhoog ziet knallen. Ja. ja, nou ja, goed, dat is één. En twee is wij, uh, bij ons, als je onze klantenservice belt, dan word je binnen vijf seconden opgenomen. Er kunnen een hoop andere klantenservices nog een uh, puntje ja, ja, wel ja. maar een willekeurige klantenservice. Ja, ja, ja. uh, en of je hebt een keuzemenu, of je staat in de wacht direct. En bij ons word je gewoon direct opgenomen. En dan sta je als klantenservice, dat is je overdondert de klant op die manier. Dan sta je al 1-0 voor. Dat is al, uh, daar staan we voor. Ja, dat is gaaf hoor. Ja. Maar dat, en dat weet je ook echt altijd waar te maken? Altijd is... Lastig, want ook in de, we hebben ook wel eens onze eh, piekmomenten in in het jaar, zeker rondom de feestdagen is het erg druk bij ons. Um, maar ik durf te zeggen dat wij op dit moment met 60% binnen de vijf seconden opnemen. Ja. Zo. En wat maakt dat het dan bij eh, rondom de feestdagen drukker is? Uh, nou ja, de chauffeurs hebben ook recht op een feestdag. Yeah, op een vrije ja, dag. Op die manier. Ja, dus okay. uh, het afval wordt op die dag niet geleegd. Dat betekent dus dat mensen niet op de hoogte zijn wanneer een vervangende afvaldag is. Dus gaan ons bellen. Wanneer word ik dan geleegd? Ja, ja oké, okay, logische verklaring. Ja. Hey, en Laszlo, wat was nou uh, een belangrijk deel van uh, afgelopen jaar? Uh, heb jij hier uh, druk over gemaakt in de positieve zin van het ja, woord? Ja. Waar haal jij nou het meeste plezier uit? Nou, eigenlijk dat wij. Nou, dit is natuurlijk helemaal leuk, want deze getallen wist ik nog helemaal niet. Dus het is hartstikke mooi om te horen dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan hun succes. Dus dat is, dat is eigenlijk waar je het dan ook voor doet, als consultant van, van Hallo. Dat je dus een, een oplossing samen met Hallo neerzet. Die uiteindelijk ons klant verbetert. We willen iets toevoegen. En niet een doosje pakken met een strikje eromheen en zeggen. Nou, doe maar een telefoontje. Uh, en alsjeblieft, doe er maar mee. Dus, dit is hartstikke leuk. Ja, en, en, en um, gewoon het maximale uit de techniek kunnen halen. En kijken hoe we met z'n allen die techniek nog beter in kunnen zetten. En want ook wij leren hiervan. Door een andere denkwijze van het milieuservice te horen, kan ik die ook weer inzetten bij een andere klant. Hè, misschien in een heel ander segment. Maar het is wel de denkwijze die mij ook dingen leert. Waardoor ik ah, misschien nog beter advies kan geven. En, en raak je dan uh, ooit uh, uitgeleerd slash uitontwikkeld uh, voor Milieuservice Nederland? Nou, dat denk ik niet. Nee, dat nee, denk ik niet. Nee, <laughs> ik denk nee, dat gaan ze uh, nee, nee, <laughs> met zulke hoge snelheden uh, ga, uh, veranderen, ze ook hun processen. En dat is allemaal puur hè, om die eindklant om de beste servicegraad te leveren. En ik denk dat er altijd wel wat te winnen is. Uh, en de ene keer is het wat meer en de andere keer is het wat minder. Maar er is altijd wel een manier. En ik denk dat zij het altijd wel vinden, de manier. Zo te, zien, zo te zien aan jou, Patrick, is dit ook wel waar jij je, je kick uit helpt. Nou, het, het is mooi om te zien dat je... We hebben een, een club mensen, ook op de, op de klantenservice bij ons zitten, die willen elke dag beter. En ze staan voor hun klanten, echt gaan ze nou, bijna door het vuur om dingen op te kunnen lossen of om de juiste oplossing te kunnen bieden. En ja, goed, hoe makkelijker we hun het werk voor hun maken. Nou, daar krijg ik weer energie van. Dat ja. Hetgeen wat we geboden hebben, dat zij aangeven nou, het, het is echt lekker werken. En hoe makkelijker zij hun werk kunnen doen, hoe beter zou ik de klant kunnen servicen. Ze moeten niet een systeem hebben waarbij ze denken van het, het Ga, werkt dan niet, dan gaan we weer. Maar wat dat betreft, is, is ook jullie, jullie uh, medewerker wel een extreem kritische doelgroep, denk ik. Ja, zeker. Ja. En als we het voor hun goed doen, ja, dat, dat vind ik heel mooi om te zien. Ja lekker, lekker, ja, lekker energie krijg je dan. Absoluut, ja. ja. ja zeker. En, en voel je die energie ook in de samenwerking met uh, Laslo en met Hallo? Ja, absoluut. Als wij uh, een vraagstuk hebben... en ik durf ook wel te zeggen dat wij een, een, een positief, kritische klant zijn... Ja. Uh, wij willen het altijd beter hebben. En dan is het mooi om te zien... we houden van snel schakelen naar onze klanten toe. Maar het is fijn ook met Laslo samenwerken in ieder geval... en met je collega's van Hallo... Uh, dat zij ook snel en, en die onze energie voelen in ieder geval. En dat zij weten van ja, we zijn, dit is gewoon een ondernemende partij of een ondernemende organisatie. Uh, die willen gewoon snel en een goede oplossing hebben. Voornamelijk een goede en ja. het liefst ook nog snel. Ja, ja. En ik, en, en ik kan me voorstellen dat je het ook fijn vindt om hè, door Laszlo weer uitgedaagd te worden. Ja, absoluut. Ja, ja. ja dat, dat. gaat, gaat goed komen. Ja. 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 <laughs> <laughs> Ze zijn er niet van jou al. Nee, zeker niet. Nee. nee. Hey, en uh, we hadden het net over die fases. Hè? Dus fase 1 is nu afgerond. Uh, we zitten nu in fase 2 dan van, het, uh, van de samenwerking van het project. Ja. ja. En wat houdt die precies in? Jullie hebben het net kort aangestipt hoor, maar... Nou ja, fase 2 is, is een, een diepgaandere integratie... tussen het softwarepakket uh, Nimble... Uh, wat we uh, voor de agenten beschikbaar hebben gesteld... en hun CRM-data. Uh, dat ze nog meer zichtbaarheid hebben op... wie belt mij, wat is er gebeurd, wat kunnen we versnellen... Uh, en hoe kunnen we ons servicegraad hoger krijgen... En eigenlijk waar we zometeen in terecht gaan komen na twee is eigenlijk fase drie en dat is continu verbeteren. Een continuous improvement process. Um, en ik denk dat we daar dan in terecht gaan komen, waar hun proces misschien wat sneller gaat dan een ander proces bij een andere klant. Maar ja, um, yeah, never a dull day. Nee, lekker, lekker. Voor jou ook niet, denk ik. Nee. Ja. Als wij als uh, bedrijf zijnde een idee hebben, dan gaan we ervoor. En dan nemen we iedereen er nu mee en dan gaan we ook echt kijken van hé, hey, wat raakt het procesmatig? Uh, welke systemen moeten daarin mee? En omdat wij nou, met 30 man ook op IT in ieder geval elke keer onze eigen applicaties verbeteren, nou, uh, zitten we ook te kijken van hé, hey, hoe moet telefonie erbij gaan ondersteunen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat heeft de medewerker daarvoor nodig? Diegene, de medewerker bij ons in de telefoon, moet zo min mogelijk handelingen hoeven te doen. ...om ervoor te zorgen dat hij de klant optimaal kan bedienen. En dat kan hem zitten in een telefoonnummer toevoegen... ...dat kan hem zien in een snelle handeling die hij vaak moet uitvoeren. Dat soort dingen. Daarbij willen we nu... ...ja, dat zijn weer de volgende stappen die we met elkaar gaan zetten. Er is nog genoeg te doen. Er is een heleboel te doen, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Naar welke stap kijk jij het meeste uit, Laszlo? Ik denk de introductie van AI. Want die, gaan, die gaat echt wel komen. En ook bij jullie, als jullie er al niet al heel veel op de achtergrond mee doen... Uh, maar uiteindelijk denk ik dat uh, um, de telefonie ook nog wel kan verbeteren in combinatie met AI en in combinatie met de data die AI heeft gekruncht, die jullie weer in je database hebben en dat ze eigenlijk ons gaan aangeven: hey, als je dit nou even beter doet, dan ga je van 98 naar 98,5. Dus ik denk dat we dat, dat daar echt heel veel in gaat betekenen. Dus ook al zijn jullie goed bezig, Patrick, er, er blijft altijd ruimte voor verbetering. Absoluut. En wat Lasla ook zegt, wij, zien, wij zijn er al mee bezig in ieder geval binnen de organisatie om AI nou te verkennen. Ja. Hey, je moet, je moet het, mensen zijn toch altijd bang dat ze, ja dan heb ik zo direct geen werk meer, maar het moet je juist gaan helpen. En daarbij zijn we nu aan het, aan het oefenen. Uh, het, het leeft echt binnen onze organisatie. Ja, en op het moment dat we daar toegevoegde waarde in zien... Ja, dan gaan we ervoor. Ja. Dan, dan ja. komen we weer bij jou terecht. Dat weet ik zeker. Dan weet ik zeker uh, dat mijn telefoon gaat. Maar het <laughs> ja. lijkt me heel erg leuk. Ja. En ik hoorde net ook nog de term automation over tafel vliegen. Uh, ja, wat volgens mij staat voor automatiseren. Ja. ja. Wat, wat wil je nog verder automatiseren? Het, het allerliefste willen we dat een klant, uh, nou niet zozeer aan de telefoon, maar die moet eigenlijk zelf zijn oplossingen kunnen vinden binnen, binnen onze systemen. Dan wel op onze website, maar in ieder geval het gebruik ervan met in zijn eigen omgeving. Als een klant zichzelf de vraag kan stellen inderdaad en ook kan antwoorden met behulp van onze systemen. Dan is dat het dan, dan, dan zijn we daar ontzettend blij mee. Ja, want dan heeft de klant niet deze met de moeite te doen om überhaupt te bellen. Ja. Ja, dat is wel gevoelig natuurlijk, want de medewerkers die, die luisteren natuurlijk ook die denken ja, ja. hey. En <laughs> ik durf te zeggen dat, dat juist alleen die rol alleen maar belangrijker wordt, omdat uh, als er gebeld wordt is het alleen maar belangrijker dat je snel een goed antwoord krijgt. De snelle goed antwoord en ook om de expertise van onze medewerkers. Hè? En ja. dat is uh, uh, zeker op het gebied van afvalscheiding, is dat een, een heel hip onderwerp. Um, en onze medewerkers moeten er juist bij de echt zeg maar, ja, hè, wat jij zegt, de 98,5, ja. de laatste anderhalf procent kunnen gaan toevoegen, ja. zodat de klant inderdaad 100% tevreden is. Ja, maar dat maakt, ook, dat maakt service ook echt service. Dat maakt service ook echt service. Ja, ja. ja. dus uh, nee, dat, uh, ik denk dat het juist heel erg hand in hand gaat. Al, daar hebben wij het in de vorige aflevering ook al over gehad. Hè, hoe dat, het geldt bij jullie natuurlijk net zo. En binnen heel veel organisaties, hè, dit vraagstuk. Ja. Van hoe ga je daarmee om? Uh, ik zou ook vooral zeggen, luister even naar de vorige aflevering... waar we natuurlijk ook over AI hebben. Klopt, ja. Ja, um, ja we, zijn, we, we zijn nu uh, hè, vroeg in 2024... Hoe kijken jullie nu naar de rest van het jaar, de samenwerking? Uh, Laslo, dan begin ik bij jou. Nou ja, morgen gaan we alweer hele spannende dingen doen om nog weer even te verbeteren. En, en wat zijn hele spannende dingen zonder dat ik te veel. Uh... Nou, dat is een ene techniek uh, veranderen voor een andere techniek om te kijken of het beter kan. En doe je dat op de achtergrond? Nou, ik wel. Uh, yeah, yeah, yeah. Nee, dus we hebben alles voorbereid, we hebben alles uitgeschreven en uh, we gaan uh, dingen omzetten. En vanaf dat moment uh, gaan we op een andere manier, zou ik maar zeggen, de gesprekken afhandelen in de telefooncentrale. Waardoor uiteindelijk moet gaan blijken dat je nog betere stuurinformatie krijgt. Heb je daar zin in, Patrick? Ja, want dit is het leuke is: dit is het idee ook wat vanuit het team zelf is gekomen. En dus ook het ondernemende aspect, dat zit ook binnen onze medewerkers. Zij zijn met deze oplossing naar voren gekomen ermee. We kunnen het ook op deze manier doen. Nou, dan bel ik Laslo op. We gaan, dit gaan we doen. Hoe kijk je er tegenaan? Nou, Laslo denkt, ik denk dat we het op deze manier kunnen gaan inrichten. Beginnen we met één team. Zij zijn enthousiast, dan gaan we dat binnen de andere teams ook doen. En dat maakt weer dat het een totale oplossing gaat bieden voor de complete serviceafdeling. Ja, ik denk, ik denk dat het, dat een samenvatting kan zijn... eigenlijk service alle kanten op. Alle kanten ja, op, ja. 360 Absoluut. service. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar, het, begint, het begint bij de medewerker. Dat is, dat is onze interne klant. En op het moment dat zij... daardoor beter hun werk kunnen gaan doen... kunnen zij weer beter service gaan lenen... voor onze externe klant. Mooi, ja. ja. Dus uh, jullie kijken met, uh, met veel zin... naar de rest van het jaar. Zeker weten. Ja, dit is pas het begin. Ja. We zitten januari. Ja. En, en wat ik al zeg... De, die ideeën die, die volgen, wat we nu nog niet in ons, in ons hoofd hebben... nou, we praten over een half jaar verder... en we zijn weer met die dingen gekomen, dingen verbeterd... die, die we nu nog niet eens in ons hoofd hebben. Nou. Daar ben ik van overtuigd. Mooi. Hé, hey, laten we uh, afspreken dat we nou, over een jaar of over anderhalf jaar... nog een keer uh, bij elkaar zitten in, in dezelfde samenstelling... En om dan te kijken wat er weer gebeurd is. Ik denk dat het namelijk ook voor de luisteraars en voor de kijkers heel fijn is om hè, vanuit de praktijk te horen wat er mogelijk is. Hoe de samenwerking eruit ziet. Hoe je. Uh, hoe jullie ook uh, vooral Laslo en Alo kunnen uitdagen. Ja. <laughs> ik, denk, ik, ik doe bij deze ook een, een oproep aan al jouw klanten Laslo, dus het, ja. jij gaat een ja. druk jaar krijgen. Vast, top. <laughs> hey Patrick, hartstikke bedankt voor het aanschuiven. Graag gedaan. Uh, Laslo, jij ook uh, de three in a row uh, nu hè, met qua aflevering. Ja, zeker. En uh, nou ja, graag tot de volgende. Tot de volgende. Ben jij getriggerd door het verhaal van Patrick en Laslo en wil je eenvoudig op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg Hallo dan via de diverse social kanalen of via de Hallo website. Zo blijf je op de hoogte van het laatste IT-nieuws. En blijf deze podcast vooral ook lekker luisteren. Abonneer je via je favoriete podcast app of volg ons op YouTube. Zo mis je geen aflevering.